Dat ik fan ben van inclusief onderwijs, zal ik zeker niet onder stoelen of banken steken. Ik heb zelf mogen ondervinden dat inclusief onderwijs ertoe doet voor heel wat van onze leerlingen met een of andere vorm van leervertraging. Ik ben er dagelijks getuige van hoe scholen hiermee worstelen en ik zie worstelen als een teken van betrokkenheid. Want ondanks het niet vanzelfsprekende, trachten heel wat scholen inclusie oprecht te omarmen. Scholen die zich de vraag stellen, hoe kunnen we een goede school zijn voor al onze leerlingen, zijn voor mij inclusieve scholen. Met inclusief onderwijs creëren we kansen voor al onze leerlingen. Niet alleen voor de leerling met zijn specifieke onderwijsbehoeften, maar ook voor de klasgenoten die dankzij hun bijzondere klasgenoot ook de kans krijgen mee te genieten van de redelijke aanpassingen die worden aangewend of misschien zo ook de kans krijgen om hun zorgende eigenschap in te zetten. Zo maakte ik in mijn eigen ondersteuningservaring mee dat kinderen en jongeren die het zelf ook wat lastig hebben in hun leerproces, zich ontpoppen als jonge maatschappelijke werkers in de zorg voor hun klasgenoot met andere noden. We hanteren binnen onze visie op inclusie drie fundamentele inclusievragen. Een eerste vraag is, wat moeten de klasgenoten kennen en kunnen? Wat is het doel van de les voor de klasgenoten? Een tweede vraag die we ons dan gaan stellen is, hoe kunnen we nu de leerling met zijn bijzondere noden laten participeren aan dat klasgebeuren, maar ook uitdagen om te leren? We houden rekening met zijn sterktes, met zijn interesses, met zijn mogelijkheden en we kijken van wat kan de leerling al? En een derde vraag die we ons dan gaan stellen is, welke aanpassingen en welke ondersteuning is er dan nodig om het doel dat we voorop stellen voor deze leerlingen te bereiken? Hefbomen voor inclusief onderwijs zitten voor mij vervat in alle uitgangspunten van handelingsgericht werken. Nieuw is dit misschien niet, maar het blijven voor mij heel belangrijke hefbomen. En dan nog een heel belangrijke. België heeft op het einde van maart van dit jaar het recht op inclusie opgenomen in de grondwet. Ik citeer, iedere persoon met een handicap heeft het recht op volledige inclusie in de samenleving met begrip van het recht op redelijke aanpassingen. Ook het onderwijs is een deel van deze samenleving. En ik kom zeker niet origineel uit de hoek als ik stel dat er sowieso veel meer middelen moeten gaan naar de gewone scholen om die redelijke aanpassingen mogelijk te maken. Ik denk hierbij ook vooral aan middelen om overleg mogelijk te maken, zoals dit ook voorzien is in het buitengewoon onderwijs. Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vraagt immers veel meer tijd voor overleg. Extra middelen om dit overleg mogelijk te maken is dan echt wel onontbeerlijk. Gewone scholen zetten zich dagelijks heel hard in voor goed onderwijs aan alle leerlingen en dus ook aan leerlingen voor wie het leren minder vanzelfsprekend is. Maar toch botsen zij vaak op gebrek aan ondersteuning en middelen om de kansen voor al deze leerlingen hoog te houden. Dus, ik denk dat onze overheid best wel wat meer ambitie voor inclusief onderwijs aan de dag kan en mag leggen.